Goedemiddag, u kijkt naar het weerbericht van Weerplaza, opgenomen op 16 november, donderdag. Ja, opnieuw een grijze dag in Nederland. Veel bewolking en er valt ook van tijd tot tijd motregen. Slechts een sporadische opklaring hebben we gezien in het westen van het land. En ook op de satellietfoto kunnen we dat zien dat er wat opklaringen zitten boven de Noordzee, maar er komt ook weer dikkere bewolking aan en die vinden we momenteel terug boven Groot-Brittannië en ook boven de Noordzee. En dat komt onze kant op en dat betekent dat vanavond de bewolking nog steeds zal overheersen en dat er van tijd tot tijd wat lichte regen of motregen Valt en misschien dat het zelfs in de loop van de avond wel eventjes wat harder gaat regenen. Achter die storing gaat in de loop van de nacht het vanuit het westen sterk opklaren en dan kan de temperatuur nog flink onderuit gaan. Daar kom ik zo op terug. Vanmiddag dus veel bewolking bij temperaturen tussen de 9 en de 12 graden. Waait een matige wind uit het zuidwesten aan zee, is de wind later vanmiddag af en toe vrij krachtig en dat is een windkracht 5. Zoals gezegd in het noordwesten misschien nog een enkele opklaring, maar op zich. Overheerst gewoon het grijze nevelige weer met motregen. Ja, vanavond dus ook regen. Dan gaat het wat harder regenen. En dan in de nacht dan gaat het vanuit het westen opklaren. En dan kan de temperatuur flink gaan dalen. Zelfs tot rond het vriespunt, dieper landinwaarts. Alleen in Limburg, daar blijft de bewolking vrij lang aanwezig. En blijft de temperatuur ook vrij hoog. Ja, en dan morgen. Dan zijn we eindelijk af van dat grijze weer. Er zijn morgen perioden met zon. Natuurlijk, er zijn ook nog wel wolkenvelden, maar het ziet er allemaal een stuk vriendelijker uit. De temperatuur loopt op naar een graad of 9 en in een groot deel van het land blijft het ook droog. Alleen in het noorden, daar zou misschien hier en daar nog een licht buitje kunnen gaan vallen in de middag. Op zich vallen die buien wel mee. Wat de wind betreft, die waait uit het westen en is overwegend matig. Ja, en dan het weekeinde. Dat ziet er toch wel vrij wisselvallig uit en met name op zaterdag als ook Sinterklaas weer in het land komt, dan vallen er toch wel diverse buien. De meest actieve buien die verwachten we in het noorden van het land. In het zuiden van het land zijn de buien minder talrijk en op sommige plaatsen blijft het daar ook gewoon droog. Ja, en wat die intocht van Sinterklaas betreft, dat is dus in Dokkum in Friesland. Ja, die buien die daar vallen, dat kunnen echt wel pittige buien zijn. Misschien dat er ook nog wel een hagelbuitje tussen zit. Maar het zijn wel buien. En dat betekent weer dat de condities van plek tot plek sterker kunnen verschillen. In ieder geval temperaturen rond de 8 à 9 graden. In een bui gaat de temperatuur flink onderuit. En met de matige tot vrij krachtige westenwind... is het ook nog eens zo dat het voor het gevoel in zo'n bui een stuk kouder is. Dus kleed u wel warm aan als u Sinterklaas gaat inhalen. Zondag dan ook nog een aantal buien. Minder actief en ook maandag vallen er nog een paar buien en tussen de buien door is er gelukkig ook nog ruimte voor de zon. Temperatuur ligt zo tussen de 7 en de 10 graden. Mijn naam is Raymond Klaassen voor Weerplaza. Ik wens u nog een fijne dag.